Zo mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Het is februari en ik ga nu een nachtje vissen in stand samen met Roy. Op een nieuwe plek, hier ben ik nog nooit geweest. Een heel mooi stromend beekje, heel erg smal. Maar als het goed is, zwemt hier lekker wat karper op. Nou, we zitten op een mooie plek met een klein kommetje eraan vast. Dus we kunnen zowel in een beek vissen als in een putje. We zijn net aangekomen, het regende flink, dus we hebben snel de tentjes opgezet. Nu is het tijd om de hengels klaar te gaan maken en dan ga ik jullie weer meenemen in deze sessie. Laten zien hoe we het gaan aanpakken en hopelijk komen er een paar mooie visjes voorbij. Mensen, veel kijkplezier bij deze nieuwe video. Nou, we zijn druk bezig met de richtjes. Ik heb hier de eerste rig, een Ronnie rig. Dan draai ik een Sweet Element pop-upje op. Gemaakt van stijf fluorocarbon materiaal. Zou je ook prima met 30 LBS Tungsten Flex kunnen vissen. Maar goed, dit heeft een heel mooi reset vermogen. Strongbow haak erop, dat stelt eigenlijk heel weinig voor. Ik ga twee rigs met bodemaas vissen. Hier een Snowman, andere met een single bol. Mooi verzwaarde rig met een shot om de hoek erop. De nieuwe shot om de hoek van Pole Position. Nou, die zijn echt ideaal. Dat draait die haak nog sneller naar de onderlip toe. Zeker in de winter kan dat echt wel een verschil maken. Nou, hier is de stromende beek. Die vissen zullen wel nog redelijk zwemmen. Ze durven ook wel wat bij te voeren hier. Niet veel, maar een klein handje moet wel te doen zijn. Nou, hier in het putje ga ik ook nog even de voerboten water laten. Kijken of er ergens harde plekjes zijn of misschien een kuiltje. Dat is natuurlijk altijd wel interessant. Ik ga er even een nieuw haakkaas op zetten. En dan zijn de richtjes paraat. We gaan ze heel verspreid neerleggen. Geen obstakels, dus dat kan prima. En dan gewoon 6 hengels in totaal. Klinkt misschien heel erg veel. Maar goed, je hebt eigenlijk nagenoeg geen lijndruk. Omdat je de hengels heel verspreid zet. Allemaal maar een meter uit de kant of zelfs onder de hengeltop. En op die manier kan dat gewoon prima. Ja, dat ziet er heel mooi uit. Ik vind het echt prachtig hier. Lekker rustig. We gaan er gewoon het beste van maken. Ik verwacht echt wel een paar beten. En ja, we gaan het wel zien mensen. We houden jullie op de hoogte. Sta ik de hengeltjes te water. Ik laat nog even zien hoe we dat doen. En dan gaan we kijken wat er op de kant komt. Nu ga ik even voelen hoe diep het is. Ik kan vaak heel mooi zo onder de hengeltop even voelen, kijken of er ergens diepteverschillen zijn. Hier staat denk ik 70 centimeter water onder de kant. Nou, ietsjes verderop is het meteen al een stuk dieper. Ik voelde ook wat plantjes. Ik ga hem dus niet heel strak in de kant leggen. Ik voer ze dadelijk een paar halve boilies bij, een paar hele zoete amandel en een ingevroren blokje met hennep. Dat gooi ik gewoon op de plek, dat lost mooi op. Als ik losse korrels zou voeren, dan zou het meteen worden meegenomen door de stroming. Even kijken of de haakpunt nog scherp is. Zo,
Die ligt keurig, meteen die hennep erop. Slip nooit te los stellen. Als je de slip te los zet, dan heeft die vis veel meer bewegingsvrijheid om de haak uit de bek te schudden. Zet hem altijd gewoon goed strak, wat je achtersteun nog wel kan hebben. En daardoor prik je die vis eigenlijk ook al op de beedrunner, op de spoel. Nou, lekker hè? Oei, daar gaat hij. Daar gaat hij. Lekker sprintje hoor. Is hij los? Ja. Ik dacht al. Oeh, hij ging hard jongen. Ja. Duurde even een uurtje denk ik. Ja, wat ging die hard zeg. Ik ben benieuwd. Hard. Single op een Ronnie. Ja joh. Niks bijgevoerd. Net voor het donker nog hè. Mooie vis trouwens. Grote vis. Lekker sprintje hoor. Spiegel. Lekker gek. Zo. Goeie vis hoor. Zo, hij is mooi hoor. Wat? Dit is echt heel ziek. Wat een vis. Gewoon af, jongen. Ja. What the fuck. Oh. Dit is een mooie vis, jongen. Hij is ook groot. Nee, joh. Nee, 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 nee. Ik heb hem nog niet. Yes, yes. Zo, wat een vis. Zeker wel. Wat een vis. Wat een vis of niet? Oh. Nee. Wat? Holy shit, dit is ziek zeg. Wat? Wat? Ik sta helemaal perplex jongen. Kijk wat er wat een vis. Zit mooi in de onderlip. Ziek. Wat een vis zeg. Die gaan we even mooi op de film zetten. En op de foto. Nou, kijk eens. Duurde niet lang. Een uurtje. Ik had hem single liggen. En hij ging er vol vandoor. Wat een vis, hè. Schitterend, echt. Wat een vis. Super, super vet. Nou, we hebben de hele nacht nog, hè. Echt, ik zal de andere kant even laten zien. Er liggen nog genoeg hengels op scherp. Er komt ook wel meer uit. Wat een plaatje, zeg. Ik wist dat deze vis te zwom. Je had hem nog niet, hè? En ik had hem nog niet gevangen, hè? En ik vang hem gewoon. Wauw, super vet. Een paar foto's gaat hij terug, man. Zo beste mensen, goedemorgen. Het is koud, echt heel koud. Vannacht zelfs een beetje gevroren, want er waren wat spulletjes bevroren zoals jullie hebben gezien op de shots van vanochtend. Het zonnetje is er net doorheen gekomen en dat betekent dat we wel weer wat vertrouwen hebben dat er nog een hengel af kan lopen. Het is echt heel vaak zo natuurlijk dat je op het eind van de dag een vis vangt, dan de hele nacht niks en dan vaak in de late ochtend nog eentje.
Dus daar hopen we nog even op. We blijven nog een half uurtje of een uurtje zitten. Het kan echt nog gebeuren. Ze liggen nog super scherp. En de omstandigheden zijn gewoon prima. Zeker met die felle zon. Dat doet een hele hoop met die vis. Gisteravond kwam er nog één brasem uit op dezelfde hengel van Roy als waar die karp erop kwam. Die kwam ook wel vrij snel naar die vis. En voor de rest is er dus helemaal niks gebeurd. We hebben in ieder geval lekker geslapen. Ik heb nog een paar hengels opnieuw neergelegd. Heel erg attractief met een Ronnie-rig en een klein beetje voer eromheen. Dus ja, wie weet loopt die nog af. Het is in ieder geval prachtig hier. Mooi uitzicht. En we gaan nog eventjes een bakje koffie zetten en kijken wat de ochtend nog gaat brengen. Zo, de spullen zijn opgeruimd en wij gaan er weer vandoor. Mooi geweest, hij is niet meer afgelopen, maar heel erg tevreden met die parel van de spiegel voor Roy. Echt een super mooie vis. Het is tijd om weer naar de auto te lopen, spulletjes in te laden en dan gaan we weer lekker naar huis toe. Mensen, bedankt voor het kijken in deze video en tot de volgende. Later.